Vandaag een antwoord op de vraag van Gerlinde. Gerlinde heeft zich samen met vele anderen in haar omgeving voorgenomen de eerste maand van het jaar te onthouden van alcohol. Zoals wijn, bier, sterke dranken. Dat heeft ze zich voorgenomen en ze dacht, peanuts, doe ik wel even. Twee vingers in mijn neus. Ze was namelijk wel gewend om regelmatig een wijntje te drinken. Met name in het weekend, met sociale gelegenheden was ze wel gewend. Maar ze had niet het gevoel dat ze hiervan afhankelijk was of dat dit iets deed bepalen in haar weekendbeleving. Nou, daar is ze op teruggekomen, want het eerste weekend ligt achter haar. En ze heeft deze als heel naar en vervelend ervaren. Ze kon veel minder goed ontspannen dan in eerdere weekenden waar ze wel gewoon alcohol dronk. Ze raakte enorm snel geïrriteerd. Ze vond de grapjes die iedereen maakte, waar ze anders normaal gesproken echt wel om kon lachen, vond ze totaal niet grappig. Ze heeft haar weekend gewoon heel naar beleefd. In tegenstelling tot eerdere weekenden vond ze altijd weekenden super gezellig. Ze vond er nu niks aan. Dus de vraag van Gerlinde is, hoe kan het dat de consumptie van alcohol, of dus eigenlijk nu de onthouding van alcohol, zoveel invloed heeft op mijn beleving van het weekend? Mijn beleving van de sfeer in het weekend? Nou, Gerlinde, dat gaan we uitleggen, dat gaan we bespreken. Dan moeten we dus bespreken wanneer jij dingen beleeft en wat van invloed is op beleving. Een ervaring van een situatie. Wanneer jij in een situatie verkeert, in een omgeving verkeert, met allemaal kletsende, grappige mensen om je heen, zoals in het weekend, dan ontvangen de extroreceptoren in jouw lichaam, dat zijn sensorische zenuwcellen, welke informatie van buitenaf ontvangen deze allerhande prikkels. Naar aanleiding van die prikkels, die externe prikkels die ontvangen worden, wanneer deze verwerkt worden in jouw lichaam, kun jij een situatie beleven, ervaren. Want in jouw hersenen wordt de informatie verwerkt van buitenaf, maar ook van interoreceptoren van binnenuit. En naar aanleiding daarvan, van de verwerking daarvan, kun jij daar iets van vinden, kun je dat ervaren, kun je dat beleven. Dat kan dus pas wanneer in eerste instantie je extroreceptoren prikkels hebben ontvangen en vervolgens die informatie, die prikkels ook wel goed verwerkt zijn in je hersenen. Dan beleef jij een situatie. Wanneer zullen externe prikkels zullen jou irriteren, onrustig maken en vind je dat helemaal niet prettig? En zal de beleving van een situatie dan ook, je kunt het niet als prettig beleven, onaangenaam, het gaat je irriteren. Dat is wanneer prikkels volop ontvangen worden, maar jouw extroreceptoren overprikkeld worden. Dat wil zeggen, wanneer prikkels die jouw extroreceptoren, de sensorische, zintuigelijke cellen die informatie van buitenaf oppikken, wanneer de prikkels die zij ontvangen, de informatie die zij ontvangen, niet allemaal goed verwerkt kan worden in je lijf. En dan ga je geïrriteerd voelen. Onrustig voelen. Want ja, die prikkels, dat is te veel. Dat overprikkelt je. En dat heb jij dus afgelopen weekend ervaren. In tegenstelling tot die eerdere prikkels. Eerdere weekenden. Je had in de weekenden daarvoor had je ook wel vergelijkbare situaties als afgelopen weekend. Je was met vrienden samen. In de eerdere weekenden dronk je dan een wijntje. Maar afgelopen weekend dus niet. Dus dat is het verschil. Hoe zou dat van invloed kunnen zijn? Wanneer er nogal acute stress heerst in jouw lijf, dan kan en mag het niet zo zijn dat jouw lichaam eerst allerhande prikkels moet gaan verwerken voordat op die stresssituatie gereageerd kan worden.
Dus heeft jouw lichaam een manier met behulp van neurotransmitters om jouw zenuwstelsel het ene moment meer actief en het andere moment minder actief te maken. Jouw zenuwstelsel kan meer actief gemaakt worden wanneer de neurotransmitter glutamaat geproduceerd wordt in je lijf volop. Dan worden jouw zenuwcellen worden prikkelbaarder gemaakt. Jouw zenuwcellen zijn cellen die in hun membraan allerhande eiwitten hebben, waaronder receptoreiwitten. Met die receptoren op jouw zenuwcellen ontvang jij prikkels, informatie. Dus ook op jouw extroreceptoren zitten membraaneiwitten, receptoren die die prikkels van buitenaf ontvangen. Wanneer glutamaat volop geproduceerd wordt in je lijf, dan wordt jouw zenuwstelsel actiever gemaakt en gaan die receptoren beter, kunnen er meer receptoren ook op jouw membranen worden geplaatst, maar kunnen zij in ieder geval goed informatie ontvangen. Jouw zenuwcellen worden dan dus prikkelbaarder gemaakt door deze neurotransmitter. Wanneer er acute stress is in je lijf en absoluut toch even de verwerking van prikkels even niet handig is, dan is het belangrijk dat GABA, dus eigenlijk de tegenhanger van glutamaat, geproduceerd wordt. En dat is een neurotransmitter welke jouw zenuwstelsel minder prikkelbaar maakt. Minder actief maakt, zorgt voor minder activiteit in je zenuwstelsel, omdat de prioriteit dan wel ergens anders naar uitgaat. Overleving, vechten, vluchten. Deze neurotransmitter GABA doet dus jouw zenuwcellen minder prikkelbaar maken. En dat gebeurt dan door de receptoren op op je zenuwcellen, waaronder je extroreceptoren, dat die minder goed de prikkels kunnen ontvangen. Alcohol is een nogal toxische stof. Die brengt acute stress teweeg. Alcohol, wat brengt dat dan nog meer teweeg? Alcohol doet de GABA-receptoren in jouw lijf stimuleren om GABA af te geven, zodat jouw zenuwstelsel even minder actief wordt gemaakt. En zenuwcellen dus minder goed prikkels zullen kunnen ontvangen. Wat wil zeggen dat zenuwcellen zoals extroreceptoren, wanneer die geprikkeld worden, dat de prikkels die dan veel minder ontvangen worden wanneer GABA geproduceerd wordt in je lijf, veel minder snel zullen irriteren, onrustig zullen maken. Want die worden dus eigenlijk niet ontvangen. Want dat wordt de activiteit in je zenuwstelsel wordt geremd door deze neurotransmitter. Nou, en dat is dus aan de orde op het moment dat jij alcohol drinkt. Dan worden jouw zenuwcellen worden minder prikkelbaar gemaakt en zou jouw zenuwstelsel minder actief worden gemaakt, waardoor externe prikkels, een overdaad aan externe prikkels, niet zo snel als overdaad ervaren zou worden en jij gewoon lekker relaxed kan blijven, ook al krijg je allerhande prikkels. Deze neurotransmitter hoefde afgelopen weekend, omdat je geen alcohol had gedronken, je had geen toxische stof in je lijf, er was geen acute stress, hoefde niet, of in ieder geval minder dan in eerdere weekenden, geproduceerd te worden in je lijf. Waardoor jouw zenuwcellen, waaronder jouw extroreceptoren, gewoon flink prikkelbaar waren. Nou, en toen heb jij gemerkt dat die prikkels die jij dan in het weekend hebt, op je afgevuurd krijgt in die sociale situatie, in die grappige mensen in je omgeving, dat die je overprikkelde. Maar moet dit dan altijd, zul je kunnen denken? Zullen prikkels je altijd irriteren en onrustig maken wanneer GABA niet geproduceerd wordt in je lijf? Of in ieder geval niet in verhoogde mate zoals met de consumptie van alcohol? Nee, want overprikkeling en dus het geïrriteerd raken en onrustig worden door de ontvangst van prikkels, externe prikkels, dat is enkel het geval, hoorde je net al, wanneer prikkels niet goed verwerkt kunnen worden in je hersenen. Dat was dus aan de orde afgelopen weekend, Gelinde, bij jou. En daardoor raakte jij zo geïrriteerd van dingen die je eerder helemaal niet irriteerden.
Nou, waar heeft dat mee te maken? Wanneer kunnen prikkels niet verwerkt worden? Wanneer je lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert? En wanneer is dat? Wanneer je voeding tekorten vertoont in zogenaamde essentiële voedingsstoffen. Dit doet vermoeden dat jouw voeding in het weekend, en dat is bij heel veel mensen het geval, dat jouw voeding in het weekend nogal tekorten vertoont in essentiële voedingsstoffen, waardoor externe prikkels je al snel kunnen irriteren, kunnen overprikkelen. Want dat heb je afgelopen weekend gemerkt. Betekent dit nou dat de resterende maand dat jij je van alcohol onthoudt, want dat was toch je voornemen en je had gezegd van ja, dat ga ik echt wel volhouden, ook al heb ik mijn weekend er nu echt niet leuk beleefd, dat jij die toch wel weer als aangename kan gaan beleven de komende weekenden, wanneer jij zorgt voor een goede voedingstoestand in je lijf. Want dan kunnen externe prikkels knuffel veel beter verwerkt worden en zullen deze je niet onrustig hoeven maken of hoeven irriteren. Dan kan je alle mensen in je omgeving die denken grappig te zijn, ook zelf wel weer wat grappiger vinden. Of in ieder geval het ene oor in en het andere weer uit laten gaan en diegene laten denken dat die wel grappig is. Dat was antwoord op je vraag, Gelinde.